water. Voor de Britse Amy Sharrocks is het kunst. Ze is de bedenker van het Museum of Water. En dat is een groeiende collectie water in potjes met een persoonlijk verhaal. So for 3 years I've been gathering water across Britain and into different parts of Europe. But for 2 years we have been gathering the water of Rotterdam and all around the city in really different parts to it. De Rotterdamse watercollectie stijgt gestaag en wordt gecureerd door Sanneke van Hassel. Dit is water, dat komt van de Zuidpool. Normaal kan je niet zeggen hoe oud water is volgens mij, maar bij ijs, 1 centimeter ijs is 80 jaar. En dit is iets van 20.000 jaar oud water, maar we hebben ook een flesje van bijna 550.000 jaar oud water in het museum. We have a museum of maritime history. We have a museum of our exploits on the water, of men's exploits on the water, but we don't have a museum that just looks at the thing itself. Dit is badwater van een vrouw die een heel klein babytje had en na 2 weken durfde ze met haar kindje samen in bad en dat water heeft ze bewaard en in een heel mooi flesje gedaan. Het Oceanium in Diergaarde Blijdorp is een plek waar water van essentieel belang is. Het is zelfs zo kostbaar dat het wordt hergebruikt. Ook dit water heeft een verhaal omdat het van ver moet komen. Het water van het Oceanium wordt door schepen van Maersk ingenomen midden op de Atlantische Oceaan of in de Golf van Biscayen, net afhankelijk van de route die ze varen. Vanuit daar varen ze naar Rotterdam, wordt het overgepompt en wordt het naar het Oceanium gebracht. Het mooiste, schoonste water gebruiken wij voor onze kweek van onze koralen. Die stellen de hoogste eisen aan hun waterkwaliteit, dus die krijgen het allerschoonste water. Om de afvalstoffen uit het water te halen, de poep van de dieren, gaat het via de verschillende filtersystemen door naar de volgende aquaria. Dit is ons haaienbassin met 3 miljoen liter zeewater. Hier gaan een groot deel van ons zeewater naartoe. Voor onze haaien, voor onze zeeschildpadden, voor onze roggen. Als dit water gezuiverd wordt, wordt het daarna doorgestuurd naar onze pinguïns, zeeleeuwen en naar de ijsberen. Dit is de laatste stap waar het water naartoe gaat. Dat is naar onze ijsberen, onze zeeleeuwen, onze pinguïns. Die zijn minder afhankelijk van de chemische samenstelling van het water. Die willen gewoon lekker schoon, helder water hebben. En dat hebben ze, we zijn lekker bezig. Het Museum of Water is een groeiende openbare collectie. Rotterdammers kunnen in de maand september water met hun verhaal doneren in het gemaal in de Afrikaanderwijk. 765 people have given to the museum now of any water in any bottle. And for the whole of September people are invited to come and bring water to the museum. Ik wil graag een flesje water meegeven waar onze koralen in hebben gestaan, waar onze haaien van genoten hebben. Alsjeblieft, voor de tentoonstelling. Cheers. Water uit het Oceanium. Wauw, ja, dit is echt super. Omdat heel veel mensen, je ziet gewoon water, maar als je dan hoort wat voor reis dat heeft afgelegd, dan kijk je elke keer als je naar Blijdorp gaat met hele andere ogen. Heb je water met een verhaal? Schenk het dan aan het gemaal. Op Zuid. Stuur ons een foto van jouw waterdrager en win een leuke prijs.